Wij zijn Martijn, muzikant en kunstenaar, en Inge, animator en illustrator. We hebben een animatiefilmpje gemaakt over een schaapsherder die zo'n 100 jaar geleden over de toen nog woeste en onherbergzame Peel zwierf. De ballade van Toontje den Dwerg. Daar ginds in de verte, in de velden en de hei, daar liep Toontje den Dwerg, Toontje uit de hei. Nog in het turf hoog, maar voor den duvel nog niet bang. En als gen op zijn tenen stond, kridden er van langs. Toon liep op zijn klompen, dag in stur het hoge gras. In zijn ribfluwelen broek en zijn oude bruine jas. Het was een klein vuil manneke, maar van dat blond vettig haar, breed gespierde schouders en een goeie volle baard. Toon kon schelden als een grote, hij ging voor niemand niet opzij, maar voor zijn sterke verhalen stonden ze in de rij. Met zijn kudde schaap liep Toon door het open veld. En voordat Toon ging slapen, werden de schaapjes geteld. 2, 3, 4, 5, 6. Kochten delen van de hei, schapen hadden ze niet nodig in de nieuwe tijd. Dus Toon werd overbodig, de mensen riepen hem vurt na. En het meisje waar die dol op was, zag hem niet meer staan. En toen hij hoorde van zijn broer, dat meneer Pastora vastgesteld, dat de erfenis verdeeld was en hij kon fluiten naar zijn geld. Toen liep Toon met grote passen naar de deuren van de kerk en smeerde een hulle emmer schapenstront tegen de pas gedroogde verf. Hij stopte alles wat hij had in een oude kinderwagen. En hij ging al vroeg op pad, want hij wilde weg uit het dorp. Hij wilde terug naar de hei, naar de eindeloze paad, die goede oude tijd. Want daar ginds in de velden, ja daar ginds op de hei, daar riep alleen de verte, daar was hij vrij. Zij volgde de paden tot hij niet meer verder kon. En als hij daar was aangekomen, dan draaide Toon gewoon om. Ja, als hij daar was aangekomen, dan draaide Toon gewoon om. Ja, als hij daar was aangekomen, dan draaide Toon gewoon om.